Yo, what up, beste kijkers van mijn kanaal. Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van The Witcher 3 op Den & Den. Inmiddels is dit aflevering 108 en daarmee aflevering 11 van de Blood & Wine Expansion. Het is moeilijk uit te leggen, maar het was echt best wel ingewikkeld de afgelopen paar afleveringen. Het kwam er eigenlijk op neer dat we alleen maar probleempjes hebben opgelost, maar kwamen er in die afleveringen achter, terwijl we de probleempjes aan het oplossen waren, dat het veel dieper gaat dan alleen wat probleempjes op dat land. De schade die die twee mensen ervaren, die man en die vrouw, die is ze aangedaan. En wij moeten nu eigenlijk op zoek gaan naar wie dat heeft gedaan. Wie zit hierachter, wie doet hun dit aan en waarom? Dus ja, ik ga jullie van harte welkom heten. We hebben weer een nieuwe aflevering van The Witcher 3 Blood & Wine. Episode 11 inmiddels. We zijn echt super close trouwens. Wat is dit? Ik heb het nog nooit eerder gezien. Nou, de wapen is wel kapot, maar gelukkig kunnen we dat gewoon fixen met een weapon repair kit. Dus daar ga ik me ook niet druk om maken. Welkom terug allemaal. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Support show, er even een like te droppen. En laten we deze man vertellen dat de probleempjes zijn opgelost. Dat is dus de man van die ene vrouw. Greetings, Witcher. Any news about Coronata? Yeah, you can go back to operating normally. Tended to all your troubles there. I thank you. At least now I've some small chance of evading bankruptcy. Though now that Matilda's bought Belgard, I shall be far from the biggest player on the market. Oh well, one ought not cry over spilt wine. I must get to work. Thank you, Witcher. The pay we agreed. Wine Wars Coronata. 100 punten erbij, maar is dit de manier? Wel vet veel crowns, wat we hadden afgesproken. Is dit de manier die ik wilde? Is dit de uitkomst van de questline die ik wilde? Vraag ik me nu af. Kan ik ook niet weten. Er is me verteld dat er een trophy vrij missable is bij deze hele Wine Wars questline. Maar ja, ik ga hem spelen in de Let's Play zoals ik mijn keuze zou maken vanuit natuur. Niet omdat dat moet voor een trophy. Ik kan namelijk altijd mijn saves nog terugladen voor die specifieke trophy. En ik kan ook altijd de expansion opnieuw starten in het allerergste scenario voor de trophy. Maar ik wil het zeg maar niet op zo'n manier doen dat ik nu, wow, ik moet mijn hele game terugladen en bepaalde keuzes maken, anders mis ik de trophy. Dus ja, we gaan gewoon naar die vrouw toe. Wine Wars Belgard. En we zullen zien dat we daar aantreffen, jongens. Oké, we zijn er vrij snel. Een dorp waar ik nog niet veel ben geweest. Ik ben blij dat ik die waypoint überhaupt een keer heb ontdekt toen ik hier langs reed. Zodat ik hier gewoon naartoe kon fast travel. Laten we in eerste instantie eventjes dat wapen repareren, want dat stoort me best wel. Oké, hij doet het weer. Come on, Roach, we zijn super close. Laten we er lekker heen gaan. Dit is dus eigenlijk de questline die we nu oppikken, die we een paar parts terug al hadden vrijgespeeld. Want toen hadden we haar land al vrijgemaakt en toen al gaf de game aan, yo, ga daarheen. Check het uit. Meet met haar in Belgard. Dus laten we gaan. Oké, ze hebben een pittig mooi land, moet ik zeggen. Moet je kijken. Wauw, het is zo vrolijk en chill. En zij zal hier ook vast en zeker ergens zijn. Ik zie er volgens mij al, ja. My desire for Belgard to pass into capable hands was no idle whim. For the vineyard's fallen upon hard times since its previous owner's demise. I've been told of workers dying on their rounds, monsters prowling about. Before anyone can call this home, they will have to deal with these inconveniences. That is the minister's wish. More work for me, I guess. If you're willing, I'd gladly accept your help. More or less agreed already. Excellent! You truly are a boon from the heavens. Miss, come with me, please. We've formalities to attend to. Of course. That Spriggan that slaughtered the Cuterets, apparently...
Kan ik nou weer als een soort loopjongen gewoon alles gaan fixen voor haar? Ja, hé, hey, lekker man. Is dit wel allemaal in de buurt in ieder geval? Dat zou al chill zijn. Nee. Ja, oké. Okay. Aan de ene kant, waarom zal ik het ook niet doen? Aangezien het in een area zich afspeelt. Ik heb hier toch nog vrij weinig explored. Dat is een expansion, ja. Waarom zou ik het ook niet doen, weet je? Er is er één echt enorm in de buurt. Letterlijk op 83 meter. Welk probleem bevindt zich letterlijk op het land, vraag ik me dan af. Oh shit. Blijkbaar toch echt gewoon een pittig probleempje hier, jongens. Auw. Lol. Wat was dat ook? Uit zijn poepert. Wow, 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 wow. En neer door het gif. Wat kut dit. Alrighty, go. Nieuwe poging, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, 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 ik ga het al doen. Wow, wow, wow. Dit is al de laatste trouwens. Het gaat een stuk beter dan het. Echt stukken beter. Yo, beast. Qua held ging het echt net goed. Ik was vergiftigd, jongens. Jezus. Oké, die kleuf viel eens neer. En het nestje erachteraan. Lekker. Nou jongens, dat is opgelost. Al ging dat niet echt heel erg makkelijk ofzo. Veel held verloren. Ik moet echt wat safer gaan spelen ofzo. Meer inkomen. Nou goed, dit probleem is in ieder geval gefixt. Het zit erop. Het volgende probleem speelt zich letterlijk in een rechte lijn vooruit af. Dat is deze. En de volgende ook. Dus het is echt roach pakken en go. Constant. Eens kijken wat we aantreffen dan. Ja, we kunnen dit vast wel deze aflevering doen. Ook worden de afleveringen wel eentonig naar mijn gevoel nu al, aangezien ik steeds probleempjes aan het oplossen ben. Het is alleen niet echt een straf om daadwerkelijk deze Blood & Wine expansion te exploren op deze manier, want we gaan wel door het land heen. Dus we hebben niks te klagen, maar je snapt vast wel wat ik bedoel. Het is niet echt veelzijdig ofzo.
fuck deze planten. Weg, 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 weg. Regis. Couldn't have picked some other place to meet. Gigantische begraafplaats. Ik weet niet of jullie die beast zagen. Gekke ghouls. Maar goed, zo. Snel verder. Oh shit, Monster Nest of Fable. Oh, weer die. Oké. Okay. Hello, beast. Zo, die zijn een stukje sneller neer dan andere. Day gone. Dat ging echt lekker snel gewoon. Prima. Als het op dit tempo gaat, hebben we deze quest gewoon afgerond en hebben we straks weer een heerlijke cinematic. Wat me wel opvalt, overal ligt een lijk. Compleet uit elkaar gereten, maakt niet uit. Ze hebben een notitie op zak en dat heeft te maken met degene die dit land blijkbaar bewust heeft verneukt. Oké, okay, chill. Er is wel een chest. Er zit alles wel coole shit in, denk ik. Laten we eens kijken of dat een beetje veel waard is. Of het ook daadwerkelijk goed is als we het gaan gebruiken. We zijn bijna level 38. Chill, man. Gaat echt lekker zo. Oh, wow. Ik kan hem nog niet gebruiken. Ik moet er level 38 voor zijn. Maar hij is slechter dan wat ik heb. Beetje vreemd. Want ik heb op het moment de longclaw, als het goed is. Kijken. Ja, longclaw. Awesome wapentje. Nou, niks te beleven dus hier. Nee. Ook de mine is dicht. Oké. Okay. Nou, Roach, let's go. Let's go, mignon. Let's go, mignon. Waar moeten we heen? Even kijken. Die kant op dus. Dat is hem. Oké. Okay. In tegenstelling tot de marker die wijst me de hele verkeerde kant op het minimapje, gaan we gewoon lekker die kant op. En als we op die plek aankomen, moeten we echt effies. Kom ik hierop? Kom ik hierop? Kom ik hierop? Oh, nee. Lekker. Oké, uiteindelijk ben ik er alsnog op. Als we daar aankomen, moeten we echt even de game saven voor het geval dat het fout gaat, hè? Je weet het nooit. Wat is dit voor gezellige boel? Nieuw fast travel punt. En dit is dus allemaal nog steeds het gebied Belgard. Uh-oh. Zien jullie dit ook? Mist en shit. Hele sfeer veranderd. Ik weet niet wat er hier aan de hand is. Hey there. De Palace Ruins. Dit ziet er echt tof uit, man. We pakken monstersoorten wel bij. Zetten Quen aan en slaan de game eventjes op. Mochten we doodgaan, staan we gewoon hier. Dan hoeven we niet de hele pokkend opnieuw. Wat hoor ik? What the hell is going on here? Hey, what the check deze chest.
Sneaky location, Oh, check it. Het is een runestone. Place of power. It's gotta be. Nou, runestone. Hoe heette die ding ook weer? Place of power, inderdaad. Zo noemt hij het altijd. Kijk even hoeveel hierin zit ook. Aha. Kijk, dat is dus wat ik al die tijd hoorde. En zo kom je dus binnen. Die ability points zijn natuurlijk wel heel nice. Daar kunnen we onszelf sterker mee maken. Kijk, ik krijg al betere gear. Laten we sowieso dat broekje even checken. En nu dus ook de laarsjes, blijkbaar. Oh, die kan ik nog niet eens aan. Dus het is daadwerkelijk beter? Ja, plus 8. Mooi. Hiervoor moet ik level 40 zijn. En dat broekje dat we hadden gekregen... ja, oké, dan maar dat. En dit broekie? Plus 8, dat is helemaal gewoon. Daar moet ik ook level 40 voor zijn. Oké, prima. Nou, ik heb niet veel te klagen, denk ik. Of te willen, überhaupt. Nou, wegwezen hier. En laten we dan eens... Ja, we zijn vet in de buurt trouwens. We gaan er wel gewoon Reynolds heen. Voordat we daarheen gaan, opslaan en upgraden. Want dat heb ik nu al zo lang niet gedaan. Ook in een video niet. Ik heb dat echt al een eeuw niet gedaan. Laat het snel doen. Character. Waarin kan ik spenderen? Ik heb 4 points available. Zo werkte het. Upgrade. Ik klikte op kruisje in plaats van vierkantje. Ja, zo simpel kan het zijn. Zo, dat is wel goed hoor. Oké, ik heb op zo'n manier geüpgrade dat ook mijn Yarden nu een keertje wat sterker is. Ik merk namelijk vaak... oh shit, ik ben te erg in de buurt dat ik mijn game niet kan saven. Oké, het is tijd om mijn fobie voor wolf in The Witcher niet tegemoet te gaan. Nee, we gaan ze gewoon ontwijken. Fuck deze beesten, even serieus. Je gaat zo neer. Ze springen met 3 groepen tegen je aan en je bent neer. Dan kan ik weer naar een laadscherm kijken. Ja, dacht het niet. Ik wil gewoon die quest uitvoeren als je het niet erg vindt. Daarvan had ik ook best dood kunnen gaan, nu ik het zo zie. Oh fuck, we gaan meteen al beginnen.
Man, echt, ik haat die gastjes met pijlenboog zo hard, hé. Zie je, dat is een goede afstraffing voor zo'n klootzak te zijn. Was bijna neer. I thank you, sir. Were it not for you, well, those bandits were not pulling pranks. I could pound some new steel for you in gratitude, but I must first return to my workshop in Belgard. Ja, prima. We brengen je gewoon terug naar je dorp, man. Let's go. No time to lose. I thank you again for your aid. Care to glance at my wares? Dat vond ik wel echt een hele schattige glitch trouwens. Nee man, ik hoef helemaal niks van je. What were you doing in the Karaburda woods? And how'd you wind up a prisoner of those bandits? Ever since the Count died, I've not had the resources to buy raw materials. Meaning no new barrel hoops, no tools. So I mustered a few lads and went into the woods to scavenge. Great deal of scrap to be had in those elven ruins, if you don't mind digging. Folks say the place is haunted, but I've no fear of elven ghosts. A rational man. Rational or superstitious, it matters not. The point is, I did not see a single ghost. Yet a Hansa, yes, that we ran into. Though it seems I've more luck than sense, because you came along to save me. Nou, het zal wel, man. Zoek het uit. Zie je. En dan hebben we nog de laatste twee problemen die ik graag oplos. Alright, we hebben eigenlijk al, als je zo nadenkt, best wel toffe dingen al meegemaakt deze quest. Ook die steen met die power erin. Ook een tijdje geleden dat we dat hebben gezien. En mijn character geupgrade, skill points gebruikt, dat soort dingen. En nu gewoon de laatste twee problemen. Kijken wat voor cutscene we krijgen. En ending van de part. Dat was dan alweer part 11. Het is ochtend trouwens. Ik heb even gemediteerd. Het is niet laat. Het is ochtend. Oh shit. Zo, mijn beeldscherm ging bijna uit. Ik zie iets heel heftigs in de background. Ik weet niet of jullie het ook hebben gezien. Maar kijk eens wat hier loopt. What the fuck. Au, 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 au. Vuur ook, hè? Crazy. Gebruik de Axie wel even tegen hem. Wow, holy shit, man. Dat had ik niet eerder gezien. Kut.
vet kut eigenlijk voor hem dat ik hem steeds uit de lucht schiet. Dat beest, ik dacht, jezus man, fuck jou, Geralt. Kom hier dan. Oh shit. En neer. Kijk ook wat voor beest het is. Het is gewoon blind. Zagen jullie dat? Nou, zit ik dan met mijn achterlijke broekie. Eventjes kijken hoor. Ik wil wel de loot meenemen. Vet groot beest. We must order more barrels. You brought peace, but somehow Ethan made our ladies more eager. A thousand thanks, white one. Yo Roach, op naar het laatste probleem man. Dan ben ik wel weer klaar met al die vieze probleempjes oplossen. Nou, zo close ook. Het is echt het pad volgen en dan zijn we bij het laatste probleem. Oké, wat is dit voor plekje? Ik hoop niet dat het iets met het fort te maken heeft, want dit is het fort met die oh zo befaamde geest erin. Die echt gewoon one hit, dat beest. Ding, vrouw, geest, iets. Damn, you're ugly. Oh, hij praat nu al tegen een beest? Oh, zo eentje. Zo hinderlijk is dit, hè? Oké, cool. En nu? Fuck hem. En hij is uit elkaar gespat. Wow, was hij nou degene die neer was? Arme man. Okay. Giant centipede spawning ground. Should destroy it. Centipede. Nou, dat begint er toch op te lijken dat alles is opgelost. Go see Matilda. Nou, het werd tijd. Godverdomme. Come on, Roach.
We gaan reporten bij onze opdrachtgever. En hopelijk heeft ze nu iets leukers voor mij dan alleen een beetje probleempjes op te lossen. Ik ben echt haar loopjongen geworden. Oh, een Witcher, jij kan dat vast wel doen. Fuck off. Oké, volgende part moeten we eigenlijk ook echt een beetje Gwent gaan spelen en zo. Gewoon lekker alles doen wat de game te bieden heeft, in plaats van alleen maar probleempjes oplossen voor een verwend oud wijf. Maar nogmaals, de wereld is geen straf om doorheen te gaan. Dus wat dat betreft maakt het niet uit, maar er zijn leukere quests hoor. Leuker dan alleen maar een beetje een lijstje van probleempjes oplossen. Kill die rups. Kill die plant. Goed gedaan. Hopelijk sluiten we dan wel af met een lekkere cinematic. Alsjeblieft. Voor deze part. Doe het voor deze part, Mathilda. Witcher, how good of you to come. Any news? Shouldn't have any more problems with the vineyard. You can start operating normally again. Splendid. And thus, officially, by the power vested in me, I grant you title to the Belgard vineyard and trust that you shall restore it to its former glory, mademoiselle. I shall do everything in my power. Thank you. You're truly worth your weight in gold. If my mother could see this. She always wanted a better future for me. And now, thanks to you, I might actually have one. Here, your reward as agreed. Thanks. Good luck. 900 crowns. Zit het er nou daadwerkelijk op? Of zo? Quest completed. Wineward, Belgard. No trophy, want ik heb het gewoon opgefokt. Ik heb inderdaad niet die problemen tussen die twee kunnen oplossen en niet de link kunnen leggen dat ze werden gefokt. Maar ja, jammer dan, weet je. Dit is mijn natuurlijke besluit in hoe ik de keuzes heb gemaakt in de game. Dus ja, pech. Dan maar een andere keer voor de trophy. Boeien. Ik ga je bedanken voor het kijken. Wat we in ieder geval gaan doen is de volgende part wel eventjes aan de slag met of andere hele toffe content. Zoals quest. Niet de main quest, maar bijvoorbeeld een Witcher contract. We hebben een level 37 Witcher contract. Hoe tof is dat? We zijn zelfs level up, level 38. Dus we kunnen Big Game Hunter gaan doen. En mochten we dat niet gaan doen, of daarmee starten, dan gaan we daarna verder met de main story. Ik ben ook weer een beetje bijgeleveld, dus dit klopt weer een beetje. Dan kunnen we weer ons gaan verdiepen in de main story van de hele expansion. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze part 11 van Blood & Wine op mijn channel. Laat het eventjes zien door eventjes een like te droppen op de video. En dan zie ik jullie snel weer, jongens. Ik hoop dat jullie het cool vonden. Peace.